Mijn naam is Gijs van Indie Energy en wij helpen bedrijven bij de realisatie van een zonnestroomsysteem. En in deze video wil ik de mogelijkheden van het verhuren van je dak aan een projectontwikkelaar met je bespreken. Het realiseren van een zonnestroominstallatie vergt kennis, vergt tijd en je zult een financiële investering moeten doen. Nou, dat zijn precies drie middelen die je ook in zou kunnen zetten voor de core business van je bedrijf. Nou, mocht jij die drie middelen inderdaad niet willen inzetten voor een zonnestroomsysteem, maar wel willen overstappen op zonnepanelen, dan is wellicht het verhuren van je dak een goede optie voor jou. Je verhuurt je dak dan aan een projectontwikkelaar en die realiseert en financiert dan een zonnestroomsysteem op jouw dak. En als vergoeding voor de huur van het dak betaalt hij aan jou een jaarlijks bedrag. Nou, de voordelen daarvan zijn voor jou dat jij een duurzaam imago krijgt. Hè. Je verduurzaamt je vastgoed zonder dat het jou de tijd en geld heeft gekost. En je loopt geen enkel risico. Er kleven ook nadelen aan. Een belangrijk nadeel is dat die projectontwikkelaar die zal een recht van opstal willen vestigen op jouw dak. Dus dat betekent dat hij eigenlijk medezeggenschap krijgt over wat er met het dak gebeurt. Dus als jij als pandeigenaar een warmtepomp wil plaatsen en daar zullen een aantal panelen voor moeten verdwijnen, dan kan je dat niet zomaar doen. Dat zal altijd in samenspraak moeten gaan. Nou, een ander nadeel is dat de waarde die in dat dak zit, door de zonnepanelen op te plaatsen, die deel je nu. Dus een deel gaat naar jou in de vorm van de huur van het dak. Maar een ander deel van die business case gaat natuurlijk naar de projectontwikkelaar die ook de investering gedaan heeft en die de risico's loopt. Nou, mocht jij willen weten wat jouw dak waard is of mocht jij gewoon meer informatie willen hebben, kom met ons in contact en we helpen je graag. Ik ben Gijs van Indie Energy en wij helpen bedrijven en ondernemers bij het realiseren van een zonnestroomsysteem.